Dus, ja. Dus je moet snel weg, neem ik aan. Maar mag ik u een kus geven? Want ik ben hier heel erg blij mee. Mag dat? Mag, hè. Moeten. Oké, dank u wel. En veel succes. Pieter, we gaan. Dag. Succes allemaal. Tot ziens. Ga jij vast naar je plaats. Dames en heren, Tom Jones. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. I'm just you gone. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Volgende onderdeel, de reclamespot. En vanavond gaat het over een pil die niet doet wat wij gewend zijn dat pillen normaal gesproken doen. Ik ben rustig. Ik ben kalm. U kent mij niet. Maar ik ben de rust zelf. Dat is uniek vandaag de dag. Alle medemensen zijn gestrest. Ik heb daar geen last van. Maar ik wil me natuurlijk altijd even verplaatsen in de medemens. En daarvoor heb ik hier een pilletje. Prolinol.
de instant stressmaker voor de jaren 90. Ik zal wat nemen. Ik denk niet dat ik er wat van krijg. Ziet u wel, ik blijf rustig. Ik blijf kalm! Ik blijf kalm! Kalm! Prolino! 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 De stressmaker voor de jaren 90! Koop het! Koop het! Koop het! Dokter, uw volgende patiënt is gearriveerd. Ah, Prolino voor patiënt en arts. Sloeg op hol en Carlo speelt een dubbelrol. Hey la, die la, die lo. Hoi, ik ben er zo een van een eeneiige tweeling. Hahaha, ik ben de sportieve van de twee. Ik heb natuurlijk ook een broer. Maar ja, dat is altijd een ei gebleven, zeg. Ja, je kan aan mij nog zien dat ik 3 uur na hem geboren ben. Dat ik langer in het donker gezeten heb. Ha, dan nee, om niks mee te maken. Hij is gewoon jaloers dat ik de hele dag lach en bruis van energie. Daar moet ik nou juist niet aan denken. Ik neem iedere dag een Prolinol. Dan voel je je tenminste lekker moe. En sloom. En heb je tenminste nergens zin in. Je zou het haast niet geloven. Maar wij zijn toch kind van één en dezelfde moeder. Hé, hey, daar heb je er net. Hoi, man. Hoi. Moeders, ook Prolinol gebruikster. Dan gaan we kijken naar Jan, want die neemt ons mee naar het jaar 2005. Om een wind te laten, maar dan op het andere net. Het is een pil om te lachen. Wat een feest. Als je weer alleen naar huis moet, ja, dan helpt die pil het meest. Het is een pil om warm te worden, want de mensen zijn zo kil. Het is een pil om te leven als je zelf niet meer wil. Waar is mijn pil? Even kijken. 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 Pil is op. Laat ik in de eerste plaats stellen dat ik heel veel bewondering heb voor dit drietal, omdat ze in een heel kort tijdsbestek, een paar weken lagen er zot er maar tussen, 2 spots moesten maken. Dan hebben ze het ieder weer op hun eigen wijze gedaan en dat was zeer origineel. Dat was heel leuk, maar ik denk dat Ron daar nog eens wat meer over wil vertellen. Wat belangrijk is in zo'n reclameboodschap is dat de boodschap overkomt, want daar is het tenslotte om begonnen. En we kunnen in dit geval wel zeggen dat 3 keer de boodschap keihard overkwam. Maar wat dan zo leuk is, dat je de verschillen in de persoonlijkheden ook geprojecteerd ziet in het spotje. Je kan precies zien wie is. Je ziet Jan bijvoorbeeld ongrijpbaar. Het is bijna kunst. Het is veel theater. Dan Carlo, die ja, dat doordacht vrolijk doet. Hij heeft natuurlijk een beetje de mazzel dat hij een tante heeft die sprekend op hem lijkt. Maar Willem blijft gewoon Willem. Wat hij ook opdoet of aandoet of... Dat is Willem. Dankjewel, Ron. Zouden jullie de punten dan willen intikken? Ja, Jan kreeg van Ron een 8. Lisbeth gaf hem een 9. Berend gaf hem een 9. En Pim gaf hem een 8. Een ronde totaal van 34 punten. Willem kreeg voor de reclamespot een 8 van Ron. Lisbeth gaf hem een 8. Berend gaf hem ook een 8. En Pim gaf hem een 7. Een ronde totaal van 31 punten. Carlo kreeg van Ron een 7. Lisbeth gaf hem een 7. Berend gaf hem een 8. En Pim gaf hem een 7. Een ronde totaal van 29 punten. En dan kijken we even na 2 rondes hoe het ervoor staat. Jan
65 punten totaal. Willem 62 en Carlo 58 punten.